We zijn hier dus op Libanon Lyceum. En ik sta naast iemand die heel netjes gedrest is. En de andere, de best gecombineerde van vandaag. Kijk maar, roze, zwart. Ja, ja. En ik ga ze vragen of ze deze maand al een glaasje hebben gedronken. Deze maand nog niet. Helemaal nog niet. En ga je ook niet drinken? Of? Nee, ik ga deze maand helemaal niet meer drinken. Yes. En drink jij? Of, Ik drink sowieso niet. Echt nooit? Heel soms op speciale gelegenheden, maar... Wat is een speciale gelegenheid? Elke weekend? Nee. Misschien één keer per jaar of zo, oud en nieuw. Alleen dan, maar verder niet. Ja, als jij het op oud en nieuw houdt, dan is het helemaal goed. Maar wat vinden jullie van het initiatief sowieso? Hè? Want heel vaak in Nederland zijn jongetjes van 16 jaar, lopen helemaal dronken over straat. Weten niet meer wat ze doen, vallen van een trap af. Laatst was bij Maashaven, is er iemand van die roltrap helemaal naar beneden gevallen. Als je dan denkt aan dit project, wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind het heel goed. Echt heel goed. Want er zijn vaak mensen bijvoorbeeld in de stad die zomaar gaan drinken. En dan ruzie krijgen met andere mensen. En dan politie en hijsa. Dus je kan gewoon beter jezelf zijn en nuchter blijven. Dat is veel beter, vind ik. Niet alleen maar goed gecombineerd, maar ze heeft ook nog haar goede praatje klaarstaan. Nou, ik weet niet of jullie echt een grote doelgroep kunnen raken. Want veel mensen hebben zoiets van, nee, het mag van mijn ouders. Dus waarom zou ik luisteren naar jullie? Maar ik denk dat elke ouder wel denkt van oké, degene dat ze laten drinken, maar ze denken wel erbij van, je moet niet dronken worden. Ik denk niet dat een vader of moeder zegt van, hey Piet, ga maar vanavond even helemaal klem zuipen, dat is goed voor je. Nee toch? Nee, maar ja. Over de doelgroep, wat bedoel je met doelgroep bereiken? Ik denk dat het maar een heel klein percentage is die jullie echt kunnen beïnvloeden. Zeg maar, hey, ik ga niet zoals haar, maar ik denk niet dat het veel effect heeft. Kijk, als jullie net zo positief als haar bent, dan gaan mensen dat zien, worden ze ook enthousiast. En dan kunnen we vanzelf dit campagne groter maken. Alles valt en staat natuurlijk met, je weet hoe het nu is, met bezuinigingen en al. Dus ja, als iedereen gewoon enthousiast over is, iedereen naar elkaar vertelt. Net gaf ik een paar flyers aan jongens. Toen zeiden ze van, ja, ik drink niet. Ja, oké, maar je kent vast wel iemand die wel drinkt en zo kan je het verspreiden. Virussen worden ook verspreid, dat zijn slechte dingen. Laten wij het goede verspreiden, toch? Is dat de afspraak? Thanks, man. Welke winkel ga je?